De ander is een criticaster van dit land dat institutioneel racistisch zou zijn. In dat zogenaamd racistische land schopt ze toch maar mooi tot volksvertegenwoordiger. Ik heb het over Kautar Bouchalikt van GroenLinks. Die pakte deze week de microfoon in de Tweede Kamer. Hoewel dit parlement het hele Nederlandse volk vertegenwoordigt, is het niet vanzelfsprekend dat ook ik hier sta vandaag. Mij wordt gezegd, keer op keer, jij hoort hier niet. Dat overkomt niet alleen mij. Structureel en institutioneel is de ander het probleem. Dit uitsluiten gebeurt al generaties lang. Ik ben ermee opgegroeid. Mijn broertje, die weet ook niet beter. Tegen hem, tegen mij en vele Nederlanders wordt al heel lang gezegd, herhaald en nog eens herhaald, dat we ons maar moeten invechten. Aanpassen, dankbaar zijn, niet zo zeuren. Wat zijn we in hemelsnaam aan het doen? Met dit land, met elkaar. En hoe kan ik iets veranderen, bijdragen, als ik er eigenlijk niet mag zijn? Sibel Sibuktekin, ik wil met u beginnen. Hier ook aan tafel Paul van den Bos, hoofdredacteur van AD Regio. En Ronald Buit, u bent voorzitter van Leefbaar Rotterdam. En u bent ondernemer. U bent ook een vrouw met een migratieachtergrond. Herkende u zich in dit verhaal? Nee, geen zins. Nou moet ik er natuurlijk wel bij zeggen dat ik zelf niet uit een orthodox moslimgezin kom. Ik kom wel uit een moslimnest. Heel divers overigens. Moslims, niet-moslims, niet-gelovigen in mijn omgeving. Maar ik herken me er eigenlijk helemaal niet in. Wat mij in het woord van mevrouw Bouchalikt raakte, is dat ik behoorlijke boosheid en teleurstelling in onze maatschappij voel. Ja. Dat deed me best zeer. Dat raakte me wel. Helemaal omdat zij hier geboren is. Dit is haar geboorteland. Het is niet mijn geboorteland. Terwijl dat was Turkije. Dat is Turkije. Ja. Ik ben in Turkije geboren. Ja. Ik ben als kind, negenjarig, ben ik naar Nederland gekomen. En ik voel me heel erg thuis. Vanaf het begin heb ik me hier thuis gevoeld. En zowel op school als de wijk als mijn hele carrière heb ik eigenlijk niets, maar ook niets ervaren van wat zij als Nederlandse, namelijk hier geboren, heeft beleefd. Dus u zegt iets doet me pijn. Wat steekt u dan precies? Nou, wat mij steekt is dat we, als ik terugkijk naar decennia terug, hè, toen er in Nederland aanzienlijk minder faciliteiten waren om geloof te kunnen beleiden. Investeringen, want er wordt ontzettend veel geïnvesteerd vanuit onze overheid, heb ik begrepen. Voor inspraakorganen, hulp aan mensen met een migratieachtergrond. Om toch uiteindelijk meer te kunnen bereiken op de sociaal-economische ladder in Nederland. En wat mij in ieder geval raakte in haar verhaal is, ik ben dus gaan nadenken, hoe kan het dan dat ik dat zo niet gevoeld heb? Sterker nog, ik ben op een gegeven moment met een Nederlandse man getrouwd. En omdat iedereen mij met mijn mevrouw met de moeilijke achternaam, Sibuktekin, kende, en ik het nooit als een hinder heb ervaren, heb ik zelfs altijd gekozen om altijd mijn eigen naam te blijven gebruiken. En als ik haar dan beluister, dus ik probeerde eigenlijk op zoek te gaan van waar ligt dat dan aan? Even pauzeknop. Ja. U zegt, ik heb ervoor gekozen om die naam te behouden, Sibuktekin. Ja. Dat is niet een oer-Hollandse naam, hè? Nee, het is oer-Turks. Heeft dat u veel problemen bezorgd? Want dat lezen we allemaal van hele bezorgde politici, vooral ter linkerzijde, dat als je een moeilijke achternaam hebt, dan krijg je elke dag te maken met discriminatie. Zo erg is het. Ja. Deelt u dat verhaal? Nee, dat deel ik niet. Overigens, nou moet ik wel zeggen dat de laatste 10, 15, misschien wel 20 jaar is er natuurlijk, zijn er veel meer problemen ontstaan met jongeren met een migratieachtergrond, moslimachtergrond, dan in de tijd dat ik opgroeide en aan mijn carrière begon. Dus in die tijd waren er misschien minder stigma's. Dus ik heb met mijn achternaam heb ik er nooit problemen mee ervaren. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat los nog van de naam, ik ben zelf ondernemer. Al jaren heb ik ook gewoon werknemers gehad, aangenomen, begeleid, gecoacht. En bij mijn keuze voor werknemers, dan kijk je eigenlijk
Of iemand qua capaciteiten, qua kwalificatie voldoet aan de functie. Je kijkt niet naar achtergrond. Exact. Als in... Exact. Even over gelijke kansen. Wat ik eigenlijk nu op dit moment zie. In de tijd dat ik aan mijn carrière begon, speelde eigenlijk ras, eigenlijk gender zelfs. Nou, gender wel. In die tijd werd al wel iets meer voorkeur, wat meer vrouwen op de managementfuncties geven en zo. Maar in ieder geval speelde toen de etniciteit of geloof speelde totaal geen rol. Wat een fijne tijd was dat, hè? Ja, af en toe verlang ik er ook wel weer naartoe terug. Want Paul van den Bos, ik zeg dat, wat een fijne tijd is dat. Ja. Dat we tegenwoordig zo gefocust zijn op etniciteit, op kleur. Wat gaan we achteruit in dit land? Even een paar dingen. Wat een fijne tijd. Ik vind het wel goed dat er meer aandacht is aan de tijden veranderen. En ik vind wel, overigens, waar, en er zal niemand aan deze tafel mee oneens zijn, waar sprake is van racisme, waar sprake is van discriminatie, is absoluut niet goed te praten. Punt. Daar gaan we er geen discussie over voeren. Dat is gewoon niet goed te praten. Maar jij zegt nu van ja, heel erg de nadruk op gelegd. Ik vraag me af of in de maatschappij er in alle groepen zo de nadruk op wordt gelegd. Je ziet dat de politieke discussie daar naartoe gaat. In bepaalde partijen. Hè? Maar ik denk dat gemiddeld genomen in Nederland dat niet de grote thema's zijn op dit moment waar mensen echt mee bezig zijn. Nee, dat zou heel goed kunnen. Maar ik wil even naar Amsterdam. Waren we net ook in Amsterdam. Hè? En die wil dan, zoals dat heet, een inclusiever en diverser personeelsbestand. Dus zou je denken, nou, ze willen mensen met een beetje PVV-opvattingen en SP. Hè? Dus waar staan de mensen voor? Nee, ze willen 30% van de medewerkers moeten niet westerse migratieachtergrond hebben. Ja. En dan kijk je dus toch naar kleur, naar ras. Wat is dit wat ons overkomt, Ron? Ja, ik ben hier een hele felle tegenstander van om mensen op basis van afkomst of gender. Ik vind gewoon altijd, je moet de beste mensen op de beste plek zetten. En wat Paul ook zegt, als er sprake is van racisme, dan moet je dat heel hard aanpakken. Want staat dat ook in onze grondwet, hè? Exact. Ja, daarvoor hebben we de grondwet. Als we gaan kijken hoe vaak dat uiteindelijk door een rechter in Nederland een uitspraak op dat vlak komt, dat is echt op handen te tellen. Ik vind het echt een godsverdomme wat die vrouw afgelopen week in de Kamer uitsprak. Ze is een van de jongste Kamerleden ooit. Het hoogste ambt in Nederland. Ze heeft de Universiteit van Utrecht doorlopen. Ze is voorzitter van de LAX geweest. Ze heeft werkelijk, als er nou iemand is die alle kansen in dit land gehad heeft. En ook gepakt heeft. Nou, dat erbij zeggen. En gepakt heeft, ja, exact. Ze kan wel wat. En dan gaat zo'n persoon zeggen, ik hoor iedere dag, jij hoort hier niet. Nee, dat is gewoon een toneelspel wat ze opvoert. Dat is gewoon niet gebaseerd op de werkelijkheid. Want de cijfers en de feiten wijzen gewoon uit dat zij een zeer bevoordeeld persoon is. En dat heeft ze misschien op basis van capaciteit afgedwongen. Kan ik niet over oordelen. Maar als je in zo'n positie dan zegt, ik krijg dat dagelijks te horen. Het is gewoon niet geloofwaardig. En het is gewoon proberen juist de mensen tegen elkaar op te zetten wat ze anderen verwijten. Daar doet zij juist heel erg aan. Polarisatie, mee. Zegt u. We hebben nogal wat meegemaakt van de in Bos, Nederland. En dan zie je wel Sibuk. Maar ja, ik vind sowieso dat wij in Nederland iedereen een kontje moeten geven die dat nodig heeft. Van welke achtergrond dan ook. Hè, dus ook als jij in een wat armer gezin opgroeit, welke achtergrond dan ook in een stad, moet jij een kontje krijgen. Dat betekent solidariteit. Dat is solidariteit. Dat is solidariteit dat de sterkere schouders gewoon garant staan voor de mensen die het nodig hebben. Overigens, we begonnen deze uitzending. Maar mensen die het nodig hebben zijn niet per definitie mensen met een migratieachtergrond. Nee, helemaal niet. Dan zouden we ze heel erg kwetsen als we dat zouden zeggen. Wij begonnen deze uitzending met Rotterdam. Het is onwaarschijnlijk, hè? In de praatshows deze week. Rotterdam, misschien wel de meest multiculturele stad van Nederland. Hè? Dat gaat Den Haag. Den Haag, ja. Dat denk ik ook. Heeft een burgemeester van Marokkaanse afkomst. Ja, geweldige vent, zegt iedereen. En wij als krant hebben volgen hem kritisch en hebben ook wat kritiek op hem. Ja. Maar het is natuurlijk wel een onwaarschijnlijke ambassadeur van deze stad. Ja. Hij laat zien. De voormalige Kamervoorzitter laat zien in de Tweede Kamer. Khadija Ariep. Meneer Marcouch laat zien. Een juweel van de democratie. Heel veel kansen. En deze parlementariër trouwens ook. Ja, Sibel Sibuk-Tukin. Exact. En nogmaals, toen ik in Nederland kwam en hier opgroeide, zag ik al bijvoorbeeld Nebahat Albayrak. Ik zag al toen al mensen met een niet-westerse migratie. Oud-staatssecretaris PvdA. Ja.
Ja, exact. Ja. Exact. Dus het is eigenlijk ook... ik vind het ook subjectief. Daarom zeg ik, ik voel boosheid bij mevrouw Bouchelikt. Maar wat ik met name erg jammer vond... ik vind namelijk, ze staat er wel. Ze heeft wel alle kansen gekregen. Ja. En waar we in Nederland op dit moment het alle... we hebben eigenlijk nog nooit zoveel behoefte gehad... om onze jongeren hoop te geven. Voor mij was het een thuiskomen in Nederland, dat ik gewoon zag dat er... Het maakte niet uit waar je vandaan kwam. Je kon alles worden wat je wilde worden. Maar je moet er wel zelf wat voor doen. En in principe heeft mevrouw Bouchelikt het ook wel gedaan. Maar als volksvertegenwoordiger dat ze eigenlijk in haar maiden speech zo negatief gedaan heeft, vind ik wel erg jammer. Omdat het namelijk een gemiste kans is om juist dat voorbeeld, juist dat die hoop voor een toch al best gepolariseerde gemeenschap waar mensen... want je moet je voorstellen, want ik ben zelf niet orthodox moslim opgevoed. Ik draag geen hoofddoek. Dus ik kan niet in haar schoenen staan en zeggen van ze heeft het niet zo ervaren. Ik geloof haar echt wel. Dat, ook dat zij is een dat keus ze, natuurlijk. Hè? Exact. Ze kan een hoofddoek dragen, kan het niet doen. Ja, net als dat bijvoorbeeld inderdaad mensen Vrijland. In Urk of Staphorst super orthodox christelijk zijn. Kan allemaal. Of Jehovah getuigen mensen. Mag allemaal. Sorry, maar in mijn jeugd maakten we daar grapjes over en niet over moslims. Dus het is ook subjectief. En wat ik jammer vind, is dat, dat zij dus... het komt polariserend over. Bovendien vind ik het ook niet passend bij een volksvertegenwoordiger om zo negatief eigenlijk te doen. Want het is generaliserend wat ze deed. Alsof eigenlijk al onze instituties en iedereen... U zegt het is niet passend voor een volksvertegenwoordiger om negatief te doen. Nou, er zijn nogal wat volksvertegenwoordigers negatief. Ja, zeker. Ze mogen negatief doen. Ja, maar we moeten ook vooral negatief kunnen zijn. Ja. En wat zij ook deed, was het uit de context halen. Hè. Kijk, zij heeft veel, zeggen ze, een foto van haar gemaakt... dat ze met een joggingbroek staat, ze onderuitgezakt... staat ze ergens voor de voorzitter in de Kamer. Daar kwam heel veel kritiek op. Dat past niet bij de Kamer. Maar die kritiek kwam niet omdat zij een moslima was. Die kritiek kwam hoe ze daar erbij stond en hoe ze dat... En als je dat dus gaat betrekken op... jij hebt die kritiek alleen maar omdat ze die afkomst heeft... dan zouden we dus nooit meer kritisch en hard naar elkaar kunnen zijn. Omdat we dan moeten denken... ja, maar als ik dat zeg, kan ik daarvan beschuldigd worden. Terwijl we gewoon in dit land gewoon elkaar de maat moeten kunnen nemen... ongeacht je afkomst. En je moet mensen niet beoordelen... maar je moet ze ook niet anders gaan behandelen. Want dan doe je juist je schuldig maken aan hetgeen wat ze anderen verwijten. En dat moeten we gewoon niet doen.